Hey, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en hier op het beeldscherm zie je een model die mooi geposeerd staat op een foto. Als ik Alt inhoud en ga scrollen met een muis, dan zie ik dus op het huid van de model allemaal kleine bultjes en kuiltjes en dat vind ik niet mooi en dat wil ik weggewerkt hebben. Daarnaast ga ik ook de ogen doen, die ga ik nog mooi bijwerken en dan laat ik je het mooie resultaat zien. Maar hoe doe ik dit? Dat ga ik jullie nu leren. Het eerste wat we doen is dat we een Ctrl-J aanmaken. Dus Ctrl-J. En de Ctrl-J dat is een kopie zeg maar, van de originele laag. Daarna gaan we naar de lasso tool. En we gaan dus met de lasso door middel van de linkermuisknop ingedrukt te houden. Gaan we dus selecteren wat we geselecteerd willen hebben. Zo. En wil je wat weghalen, dan kun je namelijk met deze tool, de Quick Selection Tool, door middel van Alt in te houden, kun je dan weghalen wat je niet nodig hebt. En je kan dus met Shift, kan je weer wat extra erbij pakken. Nou, dan hebben we gedaan, of het gedeelte geselecteerd wat we geselecteerd willen hebben. En dan gaan we naar Filter. Dan gaan we naar Blur en dan kiezen we voor Gaussians Blur. En ik ga hiermee naar de balk bewegen, totdat de huid net wat zachter wordt. Doe het niet te veel, want dat is niet mooi. En dan zie je het resultaat tussen dit en dit. Zie je dat? Nou, en zo gaan we dus de hele huid aanpassen, zodat ze een hele mooie zachte huid gaat krijgen. Zo. Quick tool, shift inhouden. Dit kleine stukje nog even erbij selecteren. Zo. En het leukste is, omdat je namelijk dit net hebt aangevinkt, onthoudt hij dat. Dus dan staat hij bovenaan. Dan hoef je niet meer zo moeilijk te doen, je hoeft hem alleen maar bovenaan aan te klikken. En dan is het al toegevoegd. Nou, dan gaan we weer naar het volgende stuk. Zo, filter, Gaussians. Dan pakken we de andere kant. Kijk, en als we deze dan uitvinken, dan zie je het resultaat. Dan pakken we onder nog bij de kin. Kijk, en dan zie je nou hoe mooi de huid is geworden als we de blur erin hebben verwerkt. Als ik wat dichterbij zoom, kijk, dat is dan het hele resultaat. Nou, nu gaan we de ogen nog even wat dingen doen.
Het eerste wat we gaan doen is dat we dit handje gebruiken, de Burn Tool. En we de Burn Tool door middel van de linkermuisknop ingedrukt houden, kun je laag voor laag, dus als je dan loslaat, daarna gaat hij dan weer met de nieuwe laag beginnen, kun je dus de onderkant van de oog donkerder maken. Zo. En dan gaan we met de Dutch Tool gaan we de oog wat lichter maken. Zo. Hier. Nou, wat je ook zou kunnen doen, dat je bijvoorbeeld gewoon selecteert het oog, op de beide ogen. Die, zo. En dan kun je hier naar Adjustment gaan en dan kies je hier voor de weegschaal. En dan kun je de ogen wat groener maken. Kijk, zo. Close. En dan kun je hier kun je de ogen wat donker. Oh, excuus. Ctrl-Alt-Z. Deze even aan de vinken. En dan kunnen we de ogen wat donkerder maken. Wat meer contrast erin te doen. Zo. Kijk. En als we dat dan samenvoegen door hierboven de eerste te selecteren, Shift in te houden. En dan deze te selecteren, rechtermuisknop, Merging Layers. Dan zie je dus, als ik hem even inzoom. Zo was het. En zo is het nou. Nou, dan wil ik nog eventjes het gedeelte van de lip even aanpassen. We gaan even naar de clone toe. En wat ik hier zie, is iets wat ik niet mooi vind. Ik wil namelijk dit doorgetrokken hebben. Zo. Ja, dat is beter werk. En zo kun je dus voor alles en nog wat doen, maar dat laat ik weg. Ik vind het zo prima. En dan hebben jullie weer wat geleerd. Heb je nog vragen, dan kun je me altijd mailen naar info@gratislerenphotoshoppen.nl. En wil je nog wat theorie leren, dan vind je dat terug op www.gratislerenphotoshoppen.nl. Jongens, tot de volgende les. De groetjes, hai hai.